Let's go. 125k. Oké, ik doe het voor het coins. En ja, dit is gewoon de bonus. Mocht ik iets krijgen in de tijd. Als ik niks krijg, ben ik gefokt. Oké, ik kijk in het schermpje van mijn camera. Het is geen walkout en ik ben gefukt. Maar ik krijg Turan. En om eerlijk te zijn ben ik niet echt blij met Turan. Want voor een 125k is die echt niet slecht. Ja, dit was even een tussendoortje. Maar nee, dit, laten we dit best snel vergeten. Wil jij graag FIFA coins? Ga dan naar vivacoinsmarkt.nl en gebruik de code BOUS voor ook nog eens een lekkere korting. Yo gasten, Viva BOUS hier. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe duurste puntraf challenge. Op dit moment zijn La Liga team of the seasons er natuurlijk. En ja, ze zijn ondertussen al 1 of 2 weken uit. Maar ik heb nog geen duurste puntraf challenge gedaan sinds ze uit zijn. Dus vandaag ga ik dat doen. Ik heb mijn vorige record weer even in het team gestopt. En dit is de prijs wat eruit komt. Ongeveer 8,5 miljoen coins. Dus dat is mijn record op dit moment. En dat ga ik dus proberen te berekenen. Ik denk dat dat wel mogelijk is nu met La Liga team of the season. Maar we gaan er gewoon voor. Ik heb een draft token, dus dat scheelt weer wat coins. Dus dat is altijd chill. Maar als jullie ook zin hebben in deze video, vergeet allemaal niet even dat duimpje omhoog te smashen. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Maar we beginnen trouwens lekker met een 3, 4, 2, 1 opstelling. En kom op, meteen een goede aanvoerder. Dat zou nice. Hey, nice! 99 Ronaldo. Veel beter als dit. Kan niet. Nee. Gewoon kan eigenlijk. Nee, kan niet. 99 Ronaldo in mijn team. Dan hebben we nu al een team van 3 miljoen coins. Maar ja, ik moet nog echt heel veel dure spelers krijgen. Wil ik echt mijn record verbreken. Maar Griezmann in vorm, ja, dat is ook op zich wel prima. Ik heb liever zijn team of the season. Maar zijn in vorm versie is toch ook nog wel redelijk wat waard. Ja, ongeveer 500k volgens mij. Ik vind het mooi. Oké, rechtsvoor Messi. Messi krijgen we, alleen niet de goede versie. Ah, shit. Dat is dan weer zo balen, hè. Weet je, ik wil niet voor Messi gaan, want ik wil zijn 99 versie. Dus ik ga er nu ook niet voor. Dan ga ik voor Robben of die Maria. Even kijken wie meer waard is. Nou, ze zijn qua prijs ongeveer even duur, dus het maakt niet uit voor wie ik ga. Ik ga dan maar gewoon voor Robben, omdat het een Nederlander is. En die heeft dan toch wel even een klein voorsprongje bij mij. Volgens mij is die 100k ongeveer. Nou, misschien ietsjes meer. Maar ik vind het in ieder geval prima. Door naar mijn volgende speler. Kom op, team of the season. En ik krijg er 2. Ik krijg Lens. Ik krijg, ja, ik weet niet of ze heel veel waard zijn. Oké, ik moet weer even kijken wie het meest waard is. Nou, die Lens en die Richie, in ieder geval die tweede helft, de team of the season, zijn geen drol waard. Dus ik denk dat deze kerel dan het meest waard is. Dan stop ik hem bij in mijn team. En dan hoop ik dat hij inderdaad nog wat waard is. Nou, dat valt ook wel mee. Maar in ieder geval meer als die twee op de team of the season. Oké, ik zit bijna op de 4 miljoen coins. Dus bijna op de helft wat ik moet hebben. En nice, Pogba is ook super veel waard. Ik had liever natuurlijk zijn team of the season gewild. Maar, oh nee, hij heeft helemaal geen team of the season. Wat loop ik dom te lullen. Maar ik ben er in ieder geval blij mee. Dan heb ik momenteel 4,6 miljoen coins. Als ik nog een paar goede team of the seasons krijg, kan het lukken. En de bruine valt daar ook onder. Holy shit, dit gaat lekker. De bruine in mijn team stoppen. Dan heb ik momenteel al een team van 5,4 miljoen coins. En ik heb mijn hele bank zo meteen nog te gaan. En volgende speler, Payet, Scream. Nou ja, dan heb ik ook een Scream speler in mijn team. Niet dat ik hem ga gebruiken, want ik denk dat hij uiteindelijk op de bank belandt, omdat hij niet een van de duurste spelers is. Maar kom op. Oh, nice. Ramos team of the year. Dit is echt niet normaal. Oh, ik denk dat dit er wel gaat worden. Ramos team of the year in mijn team. Zo, dan heb ik momenteel 6,5 miljoen coins. Nog 2 miljoen coins te gaan en ik zit al op mijn record. En, oh, Godin. Nou ja, ik ben er blij mee. Dit is 89, beter dan helemaal niks natuurlijk. Godin, 89. Ja, is niet heel veel waard. Oké, let's go. Volgende speler. Kom op, een goede team of the season. Zou nice zijn. Ah, nee. Dit is dan wel weer jammer. Ik ga wel voor deze kerel. Snel door naar mijn keeper. En kom op. Ik wil Neuer. En die krijg ik niet. Ik krijg wel deze kerel. Die is op zich ook nog wel redelijk goed. Maar ik denk niet dat hij iets waard is. Nou, iets meer als 30k. Dus ik vind het nog goed genoeg. Trouwens, ik heb 91 beoordeling. Gaat best lekker. Maar nu komen we bij een belangrijk punt, namelijk reserves. Als ik nu nog 1 of 2 hele dure spelers krijg, kan het lukken. Maar William, die, ja, die valt er niet onder. Die is niet duur genoeg. Ik heb sowieso een Messi, Neymar of zo nodig. Maar Royce in vorm is op zich ook nog wel goed. Ik ga er in ieder geval voor. Die is denk ik ook nog wel een aantal 100k waard. Maar niet goed genoeg. Hazard. Oh, ik krijg Neymar of Hazard. Ik ga even kijken wie meer waard is. Hazard is 444k waard. En Neymar, zijn 94 versie, is 590k waard. Dus Neymar is wel meer waard. Ja, ik ga dan gewoon voor Neymar. Ze hebben allebei ook een Team of the Seas versie. Dus dan maakt het niet heel veel uit voor wie ik zou gaan.
Volgende speler, kom op. Ik heb nog één hele dure speler nodig. En nee, dit valt er niet onder. Ik heb nog maar 2 kansen op aanvallers. Dus ik moet ze nu echt wel gaan krijgen. Oké, nee, dit is behoorlijk slecht. Dat maakt niet uit voor wie ik ga. Kom op, nog even een goede speler. En nee, dit wordt hem ook niet. Nou, Hamsik 88 is nog beter dan verwacht. Ik dacht na al die eerste spelers die ik kreeg, dat ik niks meer zou krijgen. En ik krijg nu alsnog Hazard. Of Nainggolan. Ja, Nainggolan kan ook wel heel veel waard zijn. Ik ga het toch nog even checken. 88 Nainggolan is 580k waard. Dus dat is meer als Hazard in vorm. Dus dan ga ik daar natuurlijk voor. Ik denk dat ik mijn record net wel of net niet ga verbreken. Nou, dan heb ik nu geen zilveren nodig. Het gaat in ieder geval super close worden. En nu... Ja, nee, maakt niet uit voor wie ik ga. Kom op, ik heb nog 1 of 2 hele goede spelers nodig. En ik krijg ze nu weer niet. Shit, oké. Ja, dan heb ik nu nog maar 2 kansen. Ja, ik verwacht niet iets goeds meer, want ik krijg nu alleen nog maar verdedigers of keepers. Ja, ik krijg wel een Team of the Season. Maar waarschijnlijk is hij maar 20k waard, gewoon discard waarde. Mijn laatste speler van het team en... Oh, uiteindelijk toch nog een 90-rated keeper. Dat is veel beter dan wat ik had verwacht. Maar ik ga nu alle dure spelers in mijn team stoppen en dan zien we wel of dit een duurste bedrag gaat worden. Nou, mijn team is klaar en dit is echt niet normaal. Dit team is bijna exact even duur als het duurste team die ik ooit heb gehaald. Dit is echt niet normaal. Als je kijkt naar mijn duurste team, die is 8.572.000. En dit team is 8.564.000. Dus dat is scheelt maar 8.000 coins. Ah shit, ik ben zo dichtbij, maar dan net niet. Oh, dit is echt heel erg malen. Oké, we gaan gewoon door naar de volgende draft. Ik moet en zal het halen deze video. Let's go, laatste fut draft. Hopelijk krijgen we een goede opstelling en die krijgen we 3-4-3. Dit gaat hem worden, ik voel het gewoon. En een goede aanvoerder, ja hoor, 99 Ronaldo. Duurste speler van het spel. Met natuurlijk zijn Team of the Season versie. Volgens mij zijn die ongeveer even duur. Is natuurlijk logisch, allebei 99. Stop ik Ronaldo in mijn team en dan heb ik nu al meer dan 3 miljoen coins. Oké, nice, dit gaat goed. Volgende speler, spits en... Ja, oh, nice. Suarez 94. Ja, is natuurlijk ook prima. Suarez. Ik had natuurlijk liever zijn Team of the Year of Team of the Season gewild. Maar deze is ook meer dan 700k waard volgens mij. Als ik het even goed snel zag. Volgende speler. Rechtsbuiten Aspas ga ik dan maar voor. In ieder geval qua rating is het hoogst. Dus ik denk dan maar dat hij het meest waard is. Maar ja, dat weet ik ook niet zeker. Nou, het is niet extreem veel waard. Maar ik zit nu al bijna op de 4 miljoen coins. Rechtsmidden. Nee, dit is allemaal niet al te best. Dat maakt niet zo fout voor wie ik ga. Oké, kom op. Ik heb sowieso Team of the Seasons of Team of the Years nodig. Echt ziek hoge rated spelers. Oh, Mkhitaryan. 89. Die is denk ik ook wel veel waard. Ja, dat valt een beetje tegen. Ik dacht echt, die is super veel waard. Maar hij is maar 300k of zo. Dus nog steeds wel redelijk veel. Maar voor zo'n goede speler had ik toch wel iets meer verwacht. Oké, kom op. Linksmidden. Carrasco. Ik denk dat die het meest waard is. Meer als Payet, in ieder geval daar ga ik vanuit. En dan hebben we nu alleen nog maar de verdediging te gaan en keeper. En ik krijg, oh nice, David Luiz Team of the Season. Dit lijkt er meer op. David Luiz even in mijn team stoppen. En die is volgens mij bijna 1 miljoen coins waard. Ik weet niet of ik het goed heb gezien, maar in ieder geval heb ik nu al dik over de 5 miljoen coins. Volgende speler, Silva, is natuurlijk ook echt een beast. Oké, nice. Dit begint er goed uit te zien. En mijn laatste centraal verdediger. En we krijgen gewoon 3 sikke centraal verdedigers. Echt niet normaal. Ik denk dat Bonucci meer waard is als Hummels. Want Hummels die heeft gewoon geen pace. Dus ik ga voor Bonucci. Bonucci. En dan heb ik momenteel al bijna 6 miljoen coins. Holy shit, dit gaat echt lekker. En we keepen vervolgens. Ah, Valdes. Nou ja, die ga ik niet in mijn team stoppen, want die belandt uiteindelijk toch op de bank. Oké, maar nu bij reserves. Ik hoop dat ik nog Messi weet te krijgen. Nu in ieder geval niet. Maar als ik hem krijg, dan denk ik dat ik mijn record wel kan verbeteren. Natuurlijk wel een special card van hem. Maar Neymar 93 is ook zekertje. Holy shit, dit kan hem worden. Dan heb ik nog een paar goede spelers nodig. Di Maria of Lacazette? Ik denk Lacazette, maar ik ga toch even voor de zekerheid checken. Ah, hij is inderdaad maar 150k waard. Oké, Lacazette is veel meer waard. Dus dan ga ik natuurlijk voor jou. Volgende speler. Kom op, Messi, Messi, Messi. Ik heb je nodig. Waar ben je? Maar nee, 87 is ook goed. Maar niet duur genoeg. Kom op. Nee, weer niet. Ik heb nog maar 2 kansen op Messi. En dan moet ik hem nu of hierna gaan krijgen. Ik krijg hem nu in ieder geval niet, want anders zou ik wel betere spelers krijgen. Dan moet ik hem nu krijgen. Kom op. Ah, ja! Holy shit, het is toch gelukt. Nu moet ik het sowieso behalen.
99 Messi, de allerlaatste kans dat ik hem kon krijgen. En ik krijg hem gewoon. Holy shit, oké. Ja, ik denk dat dit wel goed moet komen. Oh, en ik krijg ook nog nu nog 6 spelers. Matuidi, ja, ik denk dat 92 de bruin het meest waard is. Holy shit, ik krijg opeens 6 spelers. Volgende en nou, nu is het wel weer voorbij. Oké, dat is dan wel weer jammer. Ja, ik kan natuurlijk ook niet de hele tijd de beste spelers blijven krijgen. En nu krijg ik ook nog zilveren. Maar ja, ik denk dat ik het al heb gehaald. Dus dat is op zich wel chill. Nu krijg ik weer niks. En dan is dit de laatste kaart van deze FUT draft. Kom op, nog even iets goeds op het eind. En nee, dat is niet het geval. Maar dat had ik ook wel verwacht. Oké, we gaan nu alle dure kaarten erin zetten. En ik denk dat het wel gaat lukken. Ja hoor, het is me gelukt. Dit is niet normaal. Ik heb momenteel een team van meer dan 10 miljoen coins. Dat had ik echt niet meer verwacht dat dat ooit nog zou gebeuren. Omdat de prijzen echt vet veel zijn gedaald. Weet je, een paar maanden geleden was het best wel makkelijk om een draft te halen van 10 miljoen coins. Maar ondertussen is het echt vet veel moeilijker geworden. Maar ik heb 99 Ronaldo en 99 Messi. En die twee kaarten zijn met z'n twee al meer dan 6 miljoen coins waard. En dat, ja, daardoor heb ik gewoon de 10 miljoen gehaald. Dat is echt niet normaal. En ik heb natuurlijk daarnaast ook nog vet veel goede kaarten gehad. Zoals Suarez in vorm, De Bruyne in vorm, Neymar in vorm, weet je. Dat zijn ook allemaal dure kaarten. Dus dit is gewoon super nice. Het is me gewoon gelukt om weer een keer een team te halen dan meer dan 10 miljoen coins. Dan zit ik nu momenteel bijna 2 miljoen coins over mijn huidige record. Dit is echt een ziek nieuw record. Ik weet niet of het me nog ooit gaat lukken om dit te bereiken. Maar dit was het in ieder geval voor deze duurste FUTDRAFT challenge. Ik heb ervan genoten, want het is me weer gelukt. En ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Zo ja, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog te smashen. Maar natuurlijk, tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!